vooral opvalt als ik zo naast je rif zie, is dat je echt heel veel ruggezwaai maakt. Dus als je gewoon wat minder met je rug doet, eigenlijk wat meer in één houding zit, dan ben je veel efficiënter. Er zitten eigenlijk veel stukken bij waar je niet zoveel aan hebt. En als je wat rechterop zit voorin en wel op tijd plaatst, dan ben je gewoon even lang met je blad onder water. Maar staat je rug wat rechterop, waardoor je beter die overbrenging van die kracht over kan brengen. Wat je eigenlijk nu doet, is heel veel lengte maken met je rug om je indirectheid met je bladen te compenseren.